Hallo, ik ben Maarten Wijn en ik ga iets bouwen, zoals af en toe. En deze keer ga ik mij laten inspireren door iets dat Henk Rijkaard gestart is. Henk Rijkaard heeft een door al weken schitterende bounties in de koterij. En hij is nu met een rolmeter bezig en hij probeert er een heel mooie behuizing op te maken met vallen en opstaan, zoals dat bij de meeste makers is. Ik zal ergens een link zetten naar een van zijn filmpjes. En hij is dus mee aan bezig om daar van alle dingen mee te bouwen. En ik had zoiets van, ja, laten we nu geen behuizingen zo bouwen, daar ben ik allemaal niet goed in, ken ik niet. Maar laten we die meter eens gebruiken voor wat hem tegenwoordig gebruikt wordt. Dat is 1,5 meter. Nu, ja, er zijn dus mensen die werkelijk af en toe gaan kijken van, als we stoelen zitten op 1,5 meter van elkaar, is dat dan zo in orde? Maar ik dacht van, dat moet toch plezanter kunnen. Je moet dat toch eigenlijk gewoon kunnen zeggen, dat het 1,5 meter is. Of je zou dat toch moeten kunnen, visueel weergeven. Dus ik dacht, ik heb een optical encoder. Dat wordt gebruikt voor bij robots bijvoorbeeld, of bij die rover die ik heb, daar is het eigenlijk van, om te meten hoe snel de wielen draaien. Wat zit er eigenlijk in? Er zit een schijfje in met allemaal zwarte streepjes en daar zit hier een sensor in die eigenlijk gaat tellen. Die gaat een lichtstraaltje op die zwarte en witte streepjes sturen en die gaat eigenlijk tellen dat die beweegt. Goed. Dus als ik dit hierop zou kunnen zetten, dan kan ik dus dit meten. Ik moet over nadenken dan natuurlijk, want ja, in het begin is dat bij één toer een langere afstand en dan wordt dat korter en korter met een diameter veranderd, maar alles wel op. Het tweede dat ik hier heb is een DF AirPlayer Mini. Dat is eigenlijk gewoon iets om mpd'tjes af te spelen. Dus als ik kan meten dat die 1,5 meter heeft afgerold, dan kan ik zeggen 1,5 meter. Dat is het idee. Ik heb er ook nog een behuizing van een oud projectje. Wat zit daarin? Ik heb er van alles uitgehaald. Wat zit er nog wel in? Dat wil ik laten zitten. Er zitten ledjes op. Er zit een luidsprekertje op. Een batterijke en een aan- en afknop. Dus als ik die meter hierin krijg, dan heb ik iets dat ik kan meepakken. Meten en dan zegt hij 1,5 meter. Dat is het idee. Nu nog bouwen. We beginnen met de meter uit elkaar te halen, hè. Alright, dus deze staat draait rond. En dan moet ik dit daarop krijgen. Ik ga hier een gat in boren. Deze hierop kan. En dan kan ik dit hierop vastzetten. Moet kunnen, denk ik. Want anders moet ik mij gaan bezighouden met deze. Dat zorgt ervoor dat je niet kan bewegen. Kan dat zo doen. Zo, stap 1. Dan. Wat gaan we doen? Nu nog uitvoeren. Dat duurt soms wel langer dan hoe het in mijn kop zit. Zullen we wel zien. Als je de rolmeter open doet, dan krijg je dus deze. En voilà. Dat zit erin. Ik heb deze dus al vastgeplakt. De bedoeling is nu om het terug op te rollen. Dat was te veer opgesprongen. Dit zit hierin. En dan gaan we hier dit er zo op zetten. Voilà. En dan gaan we proberen om dat vast te maken. Hè. Voilà. Dat is een stukje van de encoder. Er komt een ander stukje dan op. En dan kunnen we verder bouwen.
Goed. Hier ben ik weer. We hebben een prototype dat werkt. Nu nog in elkaar steken. Hoe kunnen we nu weten hoe ver we die meter hebben afgerold? Wel, daarvoor gebruiken we een optische encoder en eigenlijk een incrementele roterende encoder. Je hebt er ook andere, bijvoorbeeld absolute encoders, en die zijn zeer geschikt om die exacte positie binnen één rotatie te weten, bijvoorbeeld. Maar een incrementele daarentegen die geeft vaste pulsen bij verplaatsing. Zo kun je de rotatie zelf meten en ook over de verschillende rotaties heen. Ik gebruik de kwadratuur encoder en die geeft twee signalen, zodat ook de richting kan bepaald worden. Hoe werkt dat nu juist? Wel, op het ronde schijfje staan zwarte markeringen. Dat schijfje is bij ons nu op de rolmeter bevestigd en zal dus meedraaien. De sensor bestaat uit een LED en twee fotodetectoren en die meten of het licht weerkaatst wordt. Als het LED op een zwart streepje schijnt, dan zal er minder of geen licht reflecteren dan wanneer het op het metaal tussen de twee zwarte markeringen schijnt. Dit signaal zal omgezet worden naar een blokgolf aan de uitgang. De A- en de B-uitgangen zijn zodanig geplaatst dat je aan de combinatie van die twee kan zien welke richting het gedraaid wordt. Laten we eens even in detail gaan kijken. Bij elke flankverandering van A kan je aan de waarde van B zien in welke richting we draaien. In de encoder die ik gebruik zal de A-puls beginnen en pas daarna de B-puls als we met de klok meedraaien. En omgekeerd als we tegen de klok terugdraaien. We kunnen dus drie pulsen herkennen en dat zegt iets over hoeveel er gedraaid is. Mijn encoder heeft 100 cycles per revolution. In dit geval is er dus 10,8 graden gedraaid. Als je naar de datasheet kijkt, ligt dat goed op wat er met CPR bedoeld wordt, want soms is het aantal cycles per revolution, maar ook soms het aantal counts per revolution, ofwel de individuele verschillende states bij het draaien. In elke puls zitten vier verschillende states, hoog of laag van bij A en B, wat dus vier keer meer is dan bijvoorbeeld de cycles per revolution. PPR of pulses per revolution worden typisch dus gebruikt om het aantal pulsen ook te weer te geven aan een overleden momentum. Maar ook daar, sommige datasheets dat bedoelen als het aantal verschillende pulstoestanden per momentum. Dus ook daar kijk hoe in de datasheet wat er bedoeld wordt. We zien hier dat de A-puls voor de B-puls komt. Een eenvoudige manier om dit in de code te verwerken is door elke keer dat het A-signaal verandert te gaan kijken wat de waarde van het B-signaal is. Als het B-signaal niet de waarde heeft van het A-signaal, draaien we met de klok mee. En dan kunnen we de teller een waarde verhogen of incrementeren. We krijgen nu wel 200 flankwijzingen per volledige draai, want we hebben 2 er 2 per puls. Als de teller bij 200 is, dan hebben we dus een volledige keer rondgedraaid, of 360 graden gedraaid. Omgekeerd, als we tegen de richting indraaien, dan kan je zien dat het A-signaal dezelfde 3 pulsen zal genereren. We zien dus ook hier dat er 10,8 graden gedraaid is. Maar het B-signaal heeft deze keer dezelfde waarde als het A-signaal, waardoor we weten dat het B-signaal voorloopt op het A-signaal en dus dat we tegen de klok indraaien. In dit geval moeten we de teller dus decrementeren. Nu weten we hoeveel keer er aan de rolmeter gedraaid is. Als we een vaste afstand willen meten, is dat redelijk eenvoudig. Bijvoorbeeld hier voor die 1,5 meter moet de teller op min 2150 staan, oftewel 3870 graden tegen de klok in. Als je altijd wilt weten hoeveel het er exact is afgerold, dan moet je ook nog rekening houden met de diameter die steeds kleiner en kleiner wordt. Met andere woorden, dat er per volledige rotaties elke keer minder en minder afstand op de rolmeter zal vertegenwoordigd worden. Voilà, het is af. Te dicht. Anderhalve meter. Ver genoeg. Te dicht. Anderhalve meter. Ver genoeg. Anderhalve meter. Te dicht. Anderhalve meter. Ver genoeg. Anderhalve meter. Te dicht.
Anderhalve meter. Ver genoeg. Anderhalve meter. Voilà. Meer moet dat niet zijn.